guys, Jeraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live video hier op Call of Duty en Black Ops 4. Vandaag spelen wij een hardpoint potje op de map IJsbreker met deze class, de Peacekeeper. Met erop de Elo Sight, de stok, de Rapid Fire en de Hybrid Max. Een hele fijne gun om te gebruiken en ook een hele sterke gun om te gebruiken. Maar voor de mensen die hardpoint niet kennen, hardpoint is een game mode waar om de minuut er een hardpoint in de map komt. En op het moment dat je op die hardpoint gaat zitten met je team, krijg je per seconde 1 punt erbij. Het team dat als eerste bij de 250 punten is, die heeft uiteindelijk het potje gewonnen. En ik heb de eerste kill. En we kunnen de hardpoint op. Oftewel, we verdienen nu de puntjes voor ons team. En we hebben al 3 kills. Zo, dat gaat even hard hier. Peacekeeper is zo'n fijn wapentje. Ik heb ook de Torque Specialist erbij gepakt. En de reden waarom ik de Torque Specialist erbij heb gepakt, er zit er een ergens in achter me. Uh-oh. Is omdat zodra de vijanden... Oh, dat was zo stom van mij. Ik had hem moeten hebben. Achter ons komen. Ik mijn barricade of mijn razor wire kan neerleggen. En eigenlijk, ja, de vijanden niet meer bij de hardpoint in de buurt kunnen komen. Dus een klein beetje tricky. En we verliezen nu ook op dit moment heel erg veel puntjes. En ik ga hier neer. Oh, ik ga niet neer. Oh, hij had me moeten hebben daar, die vijand. Zo. Hij had me daar 100.000% zeker moeten hebben. En ik weet nu ook heel veel niet meer waar ze spannen. Ik gebruik de UAV, de leidingstrijk en de Hellstorm missile. Maar ik leg mijn razorwaardje daar neer. Oh, er staat er eentje. En de hardpoint is nu ook veranderd. Om de minuut verandert die van plek. En dat is altijd een klein beetje lastig. Om dan natuurlijk te roteren als je niet weet waar ze komen. Maar ik ga langzamer zeker deze kant op. Want hier is de volgende hardpoint namelijk. En ik wil ook eigenlijk niet neergaan. Dankjewel, want dan heb ik namelijk een UAV. Woe! Die scheelde ook zo ontzettend weinig, joh. In mijn rug. En dan ga ik alsnog neer. Ah, man. Ik kwam er eentje in mijn ruggetje. Maar mijn UAV zit in de lucht. Dus we weten nu precies waar de vijanden zitten. Kiekeboe. En het is nu gewoon puur een kwestie van verdedigen. Komt er eentje via daar. Komt er eentje via mid. Komt er eentje via mid, jongens. Pas op. Hij zit daar. Zit er nu ook een in mijn rug. Lekker bezig. Oh, die is zo scheef van mij. Dankjewel, team. Oh, ik had hem al veel eerder moeten hebben, maar dat ging niet helemaal zoals het had moeten gaan. Maar ik wist dat hij daar zat. Dus vandaar ook dat ik super bang was dat hij mijn team ging uitschakelen. En vandaar ook dat ik natuurlijk gewoon zo lang mogelijk achter me bleef kijken. Oh, ze overleven het allemaal echt maar net, hoor. Een nieuwe hardpoint is ook weer bekend. Die zit natuurlijk weer op de andere locatie. Dus we gaan rustig die kant op. Ik zet mijn barricade hier neer. Dan kunnen ze daar in ieder geval niet meer naar boven rennen namelijk. Uh-oh, ik ga hier neer. Ja, dit ga je niet overleven, Jan. Nee. Dat is een hele harde headglitch daar. En ja, dat die vijanden pak is gewoon slim van ze. Achter je team met eentje in het water. Twee in het water. Eentje van is nu neer. Er zit er nog één. Die is ook neer. Even reloaden. We hebben Hybrid Max, dus reloaden redelijk snel. Nice. Komt er weer eentje via het water. Ik heb hem geraakt, maar hij is nog niet neer. Dit is een intensief potje zo, hoor. Woe. Dankjewel, team. Teammate hield me daar ontzettend hard. Die vijand zit niet op te letten. Niet mijn probleem. Echt niet mijn probleem. Oh, in mijn rug. Is niet erg. Kan gebeuren. Komt hij aan? Nu. Oh, dat scheelt ook niet veel. We leven nog. Ik heb gewoon geen kogels meer. Ik heb wel al mijn streaks. Maar ik heb gewoon helemaal geen kogels meer. Hebben we scavenger aan? We hebben scavenger aan. Via scavenger kan je natuurlijk weer de pakketjes van de grond afpakken. En dat was nu wel echt even nodig, joh. Zo. Maar we leven nog. We hebben al onze streaks. Die hebben we ook nog. Oh, via rechts. Maakt niet uit. En een aantal vijanden die gebruiken ook Ghost. Wat inhoudt dat ze niet eens op de UAV komen te staan. Dus ja. Het is wel leuk dat ik hem heb. Maar heel erg veel heb ik er ook weer niet aan. 3 kills met de Hellstorm. Leidingtje gooi ik gewoon meteen erachteraan. Want ze spannen namelijk allemaal aan dezelfde kant bijna. Dus dan kan je ze meteen opnieuw weer killen. En dan loopt er hier rechts 4 man. 4 man hier aan de rechterkant. 4. Kan ik hem raken? Dat is de vraag. Oh, ik heb hem vol geraakt en mijn team maakt hem af. Dankjewel, team. Dan kunnen ze via hier naar boven klimmen. Ja, daar komen ze ook. Was wel te verwachten. Is er nog één in de water? Die is ook neer. Nog eentje in mijn rug. Centricun, die zit ook te schieten. Dus goed. Deze team moet ik daarvoor zeggen. En oh, get wrecked. Oh, get wrecked. Ik heb opnieuw een UAV. Ze komen nog steeds aanrennen. Ze zijn nog steeds niet klaar met onze pushen. Maar ze gaan er wel heel erg snel aan. En je ziet ook, het is hardpoint. Dus we moeten natuurlijk eigenlijk, officieel, moeten we op de hardpoint blijven zitten. Maar waar ik meer mee bezig ben, is ik laat meer mijn teammates de kills maken. Of op de hardpoint zitten. En ik ga puur voor de kills.
Want als ik heel veel vijanden uitschakel, dan kunnen de vijanden niet eens de hardpoint... hoe noem je dat? De hardpoint betreden, om het even mooi te zeggen. Puur gewoon omdat ik ze non-stop heel de tijd uitschakel. Dus ze hebben niet eens de kans om in de buurt te komen van de hardpoint. En dat is dus ook volledig mijn doel op het moment. Ik kom nog twee in mijn rug, twee in mijn rug. Dus ik zit niet heel erg voor de objective te spelen. Maar ik zit meer eigenlijk mijn team te helpen zodat zij voor de objective kunnen spelen. Ik leg gewoon mijn razorwaaier hier neer, anders heb ik er ook niks aan. Iemand loopt mijn toaster in, ik heb een kill met mijn barricade. Oh heerlijk. Ze lopen er ook gewoon in. Dat is niet slim, enemies, dat kan ik je wel zeggen. Een vijand hier. Ik weet even niet waar hij naartoe gaat. Ja, daar loopt hij. Oh. Oh, er zitten er twee. Oh, er zaten er twee. Maar eentje die gebruikt dus de perk Ghost. Dus die staat nu op mijn minimap. Dat is echt heel erg tricky hoe hij speelt. Maar het is een tactiek. Het is een tactiek. En we gaan hard hoor. Ojojoj, mijn team die gaat ook echt ontzettend hard. Ik wil toch even op de hardpoint zitten. Dan heb ik tenminste nog iets gedaan namelijk. Anders heb ik echt helemaal niks gedaan. Loopt weer iemand mijn barricade in. Is niet slim vijanden. Teammate heeft een Hellstorm. Teammate heeft een RCXD. Allemaal streaks worden er op de enemies gepopt. Er loopt weer iemand mijn barricade in. Oh, 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 oh. En de volgende hardpoint die weten we natuurlijk nu uit ons hoofd. Die komt namelijk helemaal aan de rechterkant. Dus eigenlijk moet ik daar alvast naartoe rennen. Oh. Wow, die kwam via het midden rennen joh, die gek. Dus we rennen alvast rustig deze kant, want hier komt de volgende hardpoint namelijk. Vijanden zitten er nog niet op, dus ik verdedig even mezelf met mijn lightning strike. Moet ik wel even wachten tot hij neerkomt natuurlijk. Ja, en dan kunnen we er nu op af. Want anders schakel ik namelijk mezelf uit. En dat is natuurlijk ook weer niet helemaal de bedoeling. Oh, die peacekeeper is zo wel lekker. Goeie, dat was een hele goeie. Hij sprong over ons heen. Die peacekeeper is zo een lekker wapentje, dat is echt ongelooflijk. Ik kan hem niet raken, dat is een headcliss die hij heeft. We moeten heel even kijken hoe we nu op de vijanden af kunnen gaan. Er zit er sowieso eentje in onze rug. Dit is namelijk tricky, want we kunnen niet zomaar op ze afrennen nu. Ik heb er wel één uitschakel, zit er nog eentje op. Kijk maar op de minimap, zit er nog eentje op. Die zit hier. Oh, mijn teammate heeft hem, mijn teammate heeft hem. Let op jongens. Kom eens aan. Het was te verwachten, let op het water, dat ze niet via de zijkant komen. Let op het water. Komt er één via het water? Goed bezig. Let op deze kant ook. Nice. Nice. Oh, we gaan hard. Oh, we gaan lekker. Nieuwe hardpoint is ook weer bekend. Nieuwe hardpoint is ook weer bekend. We moeten helemaal naar de andere kant van de map. Ik had de tijd niet in de gaten gehouden. Ik ben zo benieuwd wat onze eindscore is. Want we gaan echt ontzettend snel. En de vijanden hebben het ook opgegeven. Ze lopen weg bij de hardpoint. Ze hebben het opgegeven. Ze weten gewoon dat ze dit hebben verloren. Ze hebben het gewoon letterlijk opgegeven. Oh, wow. En ik heb mijn scorestreaks ook nog. Maar het potje is afgelopen. Ze hebben het opgegeven. Ze gaan er niet meer voor. In het water weer. En, oh, je Hellstorm gaat gewoon helemaal naar de bodem. Was eigenlijk ook wat te verwachten. Maar op een of andere manier dacht ik toch dat hij zou ontploffen of zo als hij het water zou raken. Maar dat was niet zo. Nou, weer wat geleerd. Contract gehaald. Nou, ik zag nog mijn barricade. Dan kan je me niet raken. En nee, dat is jammer. Onze ijscore 64-9. Oh, dat hebben we goed aangepakt, joh. Sowieso een shout-out naar mijn teammates. Want die hebben echt heel erg goed voor de objective gespeeld. En ja, ik heb er eigenlijk omheen gerend. Zodat mijn de teammates gewoon op de hardpoint konden blijven staan. Ojojojojoj. En die vijanden kwamen heel vaak niet eens in de buurt gewoon. Ze hebben er ook wel eventjes opgezeten, want ze hebben alsnog 72 punten kunnen binnenslepen. Maar ja, 72 is niet genoeg, want je hebt er 250 nodig. Dus mocht je hebben genoten van deze snelle hardpoint gameplay... Ram natuurlijk, zoals je kijkt, dat blijkt nog de beta van Modern Warfare. Komt natuurlijk ook deze week uit. Dus we gaan volop streamen en volop video's daarvan uploaden. Dus hou mijn kanaal in de gaten. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye mensen.